Oh god, dan kan je altijd het slechtste voorbeeld ooit zijn. Ik doe het wel, in zekere zin doe ik het eigenlijk altijd veilig. Gonorrhoe, chlamydia, syfilis. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over safe seks. Het belang van veilig seks is natuurlijk dat je niet ziek wordt, natuurlijk, dat je geen ziektes aan elkaar overdraait, geen geslachtsziektes, geen SOA's, noem maar op, weet je wel. Dus, Oh god, dan kan je altijd het slechtste voorbeeld ooit zijn. Nou, dat je geen SOA's krijgt. Voor vrouwen zijn het natuurlijk niet zwanger te raken, geen SOA's op te lopen. Nou, je wil seksueel overdraagbare aandoeningen, wil je niet, die wens je niet aan iemand anders toe. En ook niet aan jezelf. Je wil geen SOA's overbrengen of verspreiden. En we willen gewoon beperken dat niet heel de bevolking straks allemaal met een SOA rondloopt. Ja, ik weet dat het gewoon heel belangrijk is, want je wil niks heftigs komen krijgen. En daarnaast zwangerschap, dat wil je natuurlijk ook. Als je dat niet wil, dan is veilige seks wel heel handig. Ja. Nou, nee. Ik probeer het, ik doe mijn best. Voor de homo's, we hebben ons is iets anders. We hebben PrEP. Dat is een medicatie die je kunt nemen waardoor je geen HIV meer kunt oplopen. Ik doe het wel, in zekere zin doe ik het eigenlijk altijd veilig. In privé ben ik zeer selectief en heb ik ook eigenlijk gewoon een vaste partner. En daarbij raden ze natuurlijk wel aan condooms te gebruiken, maar in een relatie ja, doe je dat niet zo heel snel, vooral als je zo'n pil hebt. Op mijn werk doe ik het wel altijd veilig, al bied ik oraal ook zonder condoom aan. Ja, dus het is een mixed antwoord eigenlijk, ja en nee. Doe het veilig, beschermd voor HIV, maar niet voor SOA's. Ja, ik heb wel eens een SOA gehad, zeker. Ja, wel eens. Toen ik een jongen was, heb ik een SOA gehad. 2 keer in mijn leven heb ik een SOA gehad. En dan wil je natuurlijk weten welke dat was. Nou, ik heb 1 keer een druip gehad, dus gonorreu dan. Gonorreu, chlamydia, syfilis. En toen was ik 1 keer heel ziek geworden, mijn hele keel was opgezwollen. Toen ben ik naar de eerste hulp toe gegaan. Ik heb wel eens een chlamydia gehad, helaas. Ja, maar ja, dat ontkom je eigenlijk ook niet aan. Ja, dat meest voorkomende, chlamydia. Chlamydia en gonorreu. Eigenlijk alleen maar chlamydia. Toen ben ik keelchlamydia te hebben en het was fucking verschut, want ik wist niet dat ik een SOA had. En toen lag ik in het ziekenhuis op de eerste hulp met een SOA. Ja. Of het wel eens is misgegaan. Ja, het is wel eens gebeurd dat er een condoom gescheurd was. En eigenlijk heb ik geleerd dat ik daarbij de verkeerde maat condooms gebruikte. Ik heb nog nooit een meisje zwanger gemaakt. Ja, toevallig is vorige week, toen ik een klant neukte, is het condoom gescheurd. En toen heb ik eigenlijk het grapje gemaakt, maakt niet uit, je wordt niet zwanger. Dus nu heb ik altijd 2 maten condooms bij me. Dus voor wat kleinere penis en wat grotere of gemiddelde penis. Nou, ja, jawel. De condooms was gescheurd inderdaad. We hadden seks en ik weet niet hoe, maar op een gegeven moment scheurde de condoom. En dan voel je in 1 keer dat je eigen contact maakt met de binnenkant van haar vagina, gewoon zonder condoom ertussen. Dan dacht ik juist van shit, weet je, dan sta je er zo met je lul eruit en dan denk je zo van, ik had net zo goed zonder condoom kunnen neuken, want die hele condoom is eraf gescheurd. Ik denk dat ik het 3 keer heb gedaan. Ligt eraan hoe seksueel actief ik ben. Ik zelf denk ik dat ik een uitzondering op de regel ben, omdat ik ook in de porno zit. En sowieso als homo zijnde, als je al iets voelt kriebelen, dus van oh mijn god, ik heb een SOA, dan bel ik naar de GGD. Dan zeggen ze van nou, daar is die weer. Ik doe het test me om de 3 maanden. Nu als producer zelf niet meer, de tijd is voorbij, maar toen ik zelf acteerde was dat sowieso zeker 2 keer in de maand dat ik mij zelf liet testen. En dan ja, 99 keer is gewoon niks aan de hand. Maar dat zit echt, ja, ik ben een beetje panisch zelf erop. Als sekswerker mag ik 1 keer in de 3 maanden me gratis laten testen bij het GGD. En daar probeer ik me ook aan te houden, soms is het wat later. Of je nou in de porno-industrie zit of dat je een losbandig persoon bent, laat je gewoon testen. Dat is gewoon het veiligste wat er is. Ik ga het denk ik niet winnen op snelheid, maar misschien wel op stijl.